Heisman Trophy. The name alone conjures up memories of heroes past. My Heisman was an underdog who made people believe. Of performances that stand the test of time. Playmaker, a game changer. Only the most outstanding of players will join the ranks of this elite fraternity. To be a Heisman Trophy winner, you're going to need more than luck. You must embody the characteristics displayed by those that came before you. He played the game with class. If you can heed their advice, defy the odds, and rise to the challenge, your name will forever be followed by the words, Heisman Trophy winner. And the winner of the 2012 Heisman Trophy is... Welkom bij NCAA Football, of hoe de meeste mensen het zeggen, NCAA Football. Ik zal eerst wat uitleggen. NCAA is een organisatie die eigenlijk voor alle college sporten, is overkoepelende organisatie van alle college sporten, zeg maar. Die regelt de competities en dat soort dingen. En dit is... Oh, ik heb hier mijn PlayStation 4 controller in mijn handen. Daar schiet er echt niks mee op. Dit is, waaronder dus voetbal. Ziet er wel heel lekker uit dit, maar... Oké, please wait. Waaronder dus voetbal. Andere bekende zijn basketbal vooral. Nou ja, je hebt ook baseball en... Al die sporten, lacrosse. En dat gaat helemaal door tot zwemmen en judo en boksen. En zeg maar alle sporten bijna. Dit gaat dan vooral om de universiteiten in Amerika. En ook, ook meer privéscholen zitten erin. Je kent waarschijnlijk wel heel veel van die films waarin iemand de quarterback is van zijn school. Nou ja, dat is dit ongeveer. Je hebt in Amerika twee grote competities van American Football. En dat zijn de NCAA en de NFL. De NCAA zijn dus de scholen, de universiteiten. En de NFL is de professionele competitie. En heel veel mensen vinden de NCAA leuker, omdat het minder... gemaakt is, omdat er meer rivaliteit ook heerst. En vaak is er ook meer sfeer bij dit soort wedstrijden. Dus ja, je moet je echt niet vergissen hierin. Sommige van deze wedstrijden worden meer bekeken dan NFL-wedstrijden. En dat kan gewoon oplopen tot 80.000-90.000 toeschouwers. Dat is echt bizarre aantallen zijn dat. Maar ja, laten we eens een seizoen gaan doen. Ik was er ooit aan begonnen. Maar nooit echt, volgens mij nooit geüpload. Dat denk ik met de Arizona Wildcats, dacht ik. Ik kon niet naar Play Now. En inmiddels het seizoen is net begonnen. Volgens mij vorige week. NFL is deze week begonnen. Ik heb al eerder een NFL... Een soort van career mode-achtig iets gedaan. Niet zo heel lang. Niet afgemaakt. Maar dat is... Ik vond het spel gewoon niet zo heel leuk. Met een NFL 25 was dat. En ik heb wel de oude NFL's gespeeld. In ieder geval iets oude. NFL 12. Dat vond ik echt een geweldig spel. NFL 13 vond ik weer niet zo goed. Maar dit is NCAA 13. Ook gemaakt door EA Sports. Overigens, op dit moment is de serie gestopt. Ik weet niet precies waarom, dat heeft met licensing te maken. Volgens mij is er een grote conflict geweest tussen de NCAA-organisatie en EA Sports. Dus op dit moment is de serie gestopt. Volgens mij de laatste die is uitgekomen is NCAA 14. En die kwam alleen uit voor de PlayStation 3 en Xbox 360. En dit spel is op zich niet in Nederland verkrijgbaar. Volgens mij heb ik hem ooit via Marktplaats of zo voor €10 gekocht. Dus het is
Het spel is zeker niet makkelijk verkrijgbaar in Nederland. Volgens mij in heel Europa wordt het eigenlijk niet verkocht. Dus ik denk dat de kans heel groot is dat ik de enige Nederlander ben die dit spel daadwerkelijk speelt. In ieder geval op YouTube. Dus ja, laten we beginnen. Ik ben geen ster in dit spel, zeker niet. Ik heb al zeker een jaar niet van dit soort spellen aangeraakt. Maar laten we een career mode gaan doen. Ik ga niet heel diep in op alles. We gaan gewoon een dynasty... Wat is een Road to Glory? Ik weet niet eens wat het betekent. Ik ga gewoon een dynasty beginnen. Ik ga gewoon een seizoen spelen. En we zien wel. Oh, dit is nog mijn Arizona. Alright. We kunnen even kijken naar welke resultaten ik heb geboekt. Alhoewel, nee, oké. Okay, nieuw dynasty. Ik had er blijkbaar ook een met de... Volgens mij is dit University of San Francisco. Hoewel, we beginnen een nieuwe. Nee, ik ga geen nieuwe coach beginnen. Daar heb ik allemaal geen zin in. Ik speel maar één seizoen, dus... Het is allemaal niet zo heel belangrijk. Misschien doe ik nog een seizoen met een ander team. Dat kan, maar... We gaan het zien. Alright. Dynasty House Rules. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Whatever. Ik weet allemaal niet wat het is. Het is... De competities zijn vrij ingewikkeld, dat kan ik wel vertellen. Het is niet... ja, want je hebt BCS en... Volgens mij ongeveer 2 jaar geleden heb ik dit allemaal uitgezocht, maar ik weet helemaal niks meer van. Het is vrij ingewikkeld, zeker voor een buitenstaander. Maar in ieder geval. De vorige keer had ik Arizona, dat is 3 sterren. Het gaat door tot 6 sterren, verrassend genoeg. Normaal heb je toch iets van 5 sterren. Maar laten we kijken welk team we gaan kiezen. Arizona State. Zo voor de duidelijkheid. Dit is dan de University of Arkansas. En rechtsboven zie je SEC. SEC. En dat betekent de conference. Of de division waar zo'n ploeg in speelt. Dus nou ja, je kan hier per ster kijken. Dat hoeft niet. Maar... Je hebt de... Nou, dit zijn alle conferences die er zijn. Kijk, dat zit in de NFL gewoon allemaal veel simpeler in elkaar. Maar, ja. Dus de Arkansas Razorbacks zijn best goed. Er staat ook linksboven staat een nummer 7. Ik denk dat dat betekent dat ze de nummer 7 zijn van vorig seizoen. Dat is ook ingewikkeld hoe dat werkt, want volgens mij heeft dat... Niet zozeer, niet altijd qua prestaties te maken, maar ook met reviews en zo van een ploeg. Dus het is allemaal niet heel ingewikkeld. Je hebt de Army, dat is serieus opleiding van het leger. Je hebt ook de Navy. De Army is niet zo heel goed. Auburn Tigers, BYU. Ik weet allemaal niet precies waar ze vandaan komen. Baylor Bears. Boise State. Ik dacht aan Boise State. Ik denk dat ik Boise State ga nemen. En ik ga later nog wel laten zien waarom. Maar ik ga even alle teams langs. Want dat zijn het zijn heel veel teams. In de NFL zitten er 32 volgens mij. Of 30. Hier zitten er echt een stuk meer. Een stuk of 50 volgens mij. Misschien wel meer. Nou ja, je ziet alle teams voorbij komen. Volgens mij de beste is... Oeh, dat is een moeilijke. Georgia is vrij goed. Maar ik denk... hoe heet die? LSU? LCU? Louisiana Tech. Ik weet niet meer. Iowa State heeft wel een mooi stadion. Het zijn echt enorme stadions dat deze ploegen hebben. LSU, dat was hem. Nee, oké, die zijn derde geworden. Maar die zijn wel vrij goed. Overal 99 rating. Louisville, Marshall, Maryland, Memphis, Miami. Miami University. Ja, want ook in Miami heb je nog verschillende universities en dat soort dingen.
Michigan is vrij goed. Michigan State, Mid-Tennessee, Minnesota, Mississippi, Missouri. Dit is de Navy dus. Nebraska, Nevada, New Mexico Lobos, New Mexico State. Dat zijn er echt veel. Notre Dame, die zijn vrij goed. Ohio, Ohio State was het. Ja, die hebben een heel mooi stadion, vind ik. Oklahoma, Oklahoma State, Ole Miss, Oregon, die zijn ook goed. Maar waar is de nummer 1? Dat vraag ik me af. Rice, Rutgers, San Diego, Stanford, natuurlijk in Californië, TCU, Texas Longhorns. Oh, het zijn er veel. Het zijn er denk ik wel meer dan 50. Tulane, Tulsa. Ik denk dat we bijna klaar zijn. Ik weet niet waar de nummer 1 is. Oeh, de Trojans, die zijn heel erg goed. USC, waar komen ze vandaan? South Carolina, denk ik. Denk ik. Deze komen uit San Francisco. Utah, Utah State, Vanderbilt. Virginia, Virginia Tech. West Virginia. Wisconsin. Het zijn er zoveel. Maar waar is de nummer 1? Dat vraag ik me. Oh, hier Alabama, Crimson Tide. Ja, oké. Okay. Daar had ik even overheen gekeken. Ik denk dat ik voor Boise State ga. Die zijn best wel goed. En vooral in het eerste seizoen ga ik nou niet voor een moeilijk team kiezen. Winner ball game. Dan gaat job security omhoog. Beat a rival. Win 8 games in one season. Dus dat is zeg maar de objective. 8 wedstrijden winnen. Ja... We gaan gewoon spelen, denk ik. Make it to a ball game, oké. Okay. Ja, dat is ook... Het is allemaal zo ingewikkeld om uit te leggen. Vooral als je het zelf niet helemaal snapt of niet echt hebt opgezocht. Maar je, aan het einde van het seizoen... Je moet je zeg maar kwalificeren voor ball games. En... Ja, dat soort dingen. Kijk, dit soort dingen probeer ik altijd over te slaan. Want hier, van dit deel begrijp ik niet zoveel van. Maar ja, we komen er misschien wel. Oh my god. That's bad. Kunnen we dit niet automatisch laten doen? Pff. Er zit behoorlijke diepgang in dit spel, dat kan ik je wel vertellen. Oké. Okay. Ik denk, ik wil gewoon een wedstrijd spelen. Alright. Start season. I don't care. Yep. Let's go. Let's go, go, go. Dus zoals ik zei, het zou heel goed kunnen dat je nog nooit van dit spel gehoord hebt. Er zijn waarschijnlijk zelfs heel veel mensen die nog nooit van de NFL gehoord hebben. Dat kan, want American football is in Europa natuurlijk lang niet zo populair als in Amerika. Dus ja. Ik denk dat basketbal wel... Basketbal is een stuk populairder. Sowieso American football buiten Amerika is gewoon niet echt populair.
Een sport zoals basketbal en zo, die zijn buiten Europa nog wel behoorlijk populair. En ijshockey ook wel, vooral in Rusland en Scandinavische landen, volgens mij ook Zwitserland, Tsjechië en zo. Het zijn allemaal wel redelijk grote sporten, ijshockey. Welke honkbal? Honkbal is in Nederland redelijk groot. Oké, dus de eerste wedstrijd is MSU. Dat is meteen een grote wedstrijd. Want die staan. Of die staan 12e. Scores en schedules. Oké, laten we daar eens gaan kijken. Boise State at Michigan State. Dat is onze eerste wedstrijd dus. Dus we spelen niet thuis. Dus ik kan nog niet uitleggen waarom. Waarom. Ik voor Boise State heb gekozen. Anders zoek het maar op Boise State Home Stadium of zoiets. Championship. Ik probeer dit allemaal een beetje een overzicht ervan te krijgen. Current rank, projected rank. Oké. Dat is apart. Even kijken. Toughest places to play. Alright. Volgens mij staat Boise State hier heel hoog. Dacht ik. Misschien ook niet. Oké, 18e. De Bronco Stadium. Niet het. Kijk, hier zie je dat. Average attendance 34.000. Maar kijk naar bijvoorbeeld Georgia. 92.000 mensen per wedstrijd. 80.000 bij Notre Dame. 83 bij, dat is Texas. 94.000 bij Tennessee. Het zijn 100.000 bij Texas Longhorns. Dat zijn gewoon zulke. Dat is gewoon meer dan de NFL hier. Michigan en Beaver. Penn State Nittany Lions. Ik heb niet eens ooit van gehoord. Nou ja, dus je kan wel zien dat het zeker in Amerika ongelooflijk populair is. Ik probeer eigenlijk een beetje te kijken in welke conference we zitten. Aha, we zitten in de MWC. Boise State, San Diego State, de Air Force. Interesting. Hawaii. Oké. Nevada, Colorado State, Fresno State. University of Las Vegas, denk ik. Wyoming, New Mexico. Dat is onze conference. We spelen de eerste wedstrijd dus tegen Michigan. Die zitten niet in onze conference. Dus ik weet niet hoe dat allemaal werkt, maar laten we gewoon gaan spelen. Misschien moet ik eerst kijken naar de settings voordat ik ga beginnen. My NCAA System Settings. Nee, oké. Hier moet ik niet zijn. Ik ben op zoek naar de algemene game settings. Nope. Oké, ik weet niet precies waar dat. Hier. Oké, skill. Versity. Freshman, versity. Oké, dat laten we gewoon zo. Dit laat ik op freshman, want ik heb geen idee wat het betekent. Recruiting difficulty. Mug. I don't know. 5 minuten. Ja, oké, dit is allemaal goed, denk ik. Ja. Alright, dan kunnen we nu gaan beginnen. Ik ben best wel benieuwd hoe ik het ga doen. Meteen tegen een moeilijke tegenstander. Alright.
Nou ja, we spelen natuurlijk als de Boise State Broncos. Uniform options. Ja, oké, dat laat ik gewoon zo. Moet ik verder nog iets doen? Denk het niet. Michigan State Spartans. Let's go profile, Jamie, Boise State, whatever, whatever, whatever. I'm just gonna play. Gonna play the game. Maar ik moet wel alvast waarschuwen, de graphics zijn niet zo geweldig. Natuurlijk heeft dat mede te maken met de, nou ja, dat het PlayStation 3 is. Ik ben benieuwd. Ik heb al zo lang niet van dit soort spellen gespeeld. Dus ik weet niet echt wat ik kan verwachten. We gaan het meemaken. Dus geniet van de intro, denk ik. On the banks of the Red Cedar sits Spartan Stadium and tickets have been impossible to get. If you have one of those coveted seats, it's time to get to it. Just about set to tee it up and go head-to-head in East Lansing. Time for ESPN's College Football in the booth tonight. Brad Nessler and Kirk Herbstreit. Time for Brad to take it away. We're in East Lansing, Michigan at Spartan Stadium, and we hope you're ready as we've got a great matchup for you. Hello, football fans. Brad Nessler here, along with Kirk Herbstreit in the booth and Aaron Andrews on the sidelines. And we'll be kicking off under the lights thanks to Dove Men Plus Care. Be comfortable in your own skin. Our matchup features the Boise State Broncos and the Michigan State Spartans. Here come the Spartans. For Boise State, they'll be up against a team that in some ways is their mirror image. These are the matchups you just love. These two teams are so much alike that it's got to be a really hard-fought and close game all the way. It's time for the coin toss, presented by Dove Men Plus Care. Be comfortable in your own skin. We gaan beginnen. Laten we heads doen. Oké. Ja, is goed. Return middle. Ah, die knopjes ken ik nog wel. Oké. Wat zien we hier? I don't care. Je krijgt wel constant updates over andere wedstrijden. Dat is best wel cool. Oké, laten we beginnen met een pass. Holding a shaky play hard. Make big plays to boost composure. Oké. Whatever. Wow, 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 hallo. Wat is dit? Oh, wat een actie. Oké, dat ging niet al te moeilijk. Njong. Right. I'm liking that. Oké, nu ziet het er wat normaler uit. Oeh, pak hem, pak hem, pak hem. Oh, nice. Nou, we beginnen niet verkeerd. Alright. Goh. Paar yards gewonnen. Second and two. Ik moet zeggen, voor een eerste aanval. Gaan we voor een pass of voor een run? Ik ga een run proberen. Het is wel natuurlijk super druk.
Waarom is het zo raar aan het doen? Oké, dat is niet de goede. Goeie keus. Strong Fluid ga ik voor. Ik weet niet heel veel van plays. Waarom doet dit zo raar? Jeez. Oh, verkeerde knop! Verkeerde knop! Nee! Verkeerde, ik... Oh my god. Ik wilde driehoekje en ik drukte vierkantje. Oh, dat was slecht. Oké, I screwed up. My fault. Maar nog gewoon 1-0 voor kunnen staan. Of 1-0. 7-0. Don't do that. Thank you. Ah, oh, dat is best wel... Damn. From their own 23-yard line. Second down. Nee, 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 nee. Don't do that. Okay, third and five. That's okay. Robinson comes away with 2 yards on the carry. Third and five coming up. Ball on the 25. Defense goes with the extra defensive backs as the offense comes up five wide. That's terrible, man. Voor de duidelijkheid, ik speel niet op de laagste difficulty. Dus even dat je het weet. Alright. Oh. Okay, first and ten. Ik vind het spel, het speelt gewoon lekkerder dan NFL 13 in ieder geval. Ik weet niet wat het is. Dammit, jongens, wat is dit? Waar rent die nummer 7 heen? My god. En hou op met dit rare gedoe. Composure. Oh, hij heeft hem. Woe. Nice. Good catch. Oh, de replays zijn best wel goed. Jong. Oké. Ik hou meer van pasen in dit spel. Dat is wel duidelijk. Oeh, lastig, lastig. Oeh, bijna intercepted. Zou ik voor de field goal gaan? Oké, we gaan ervoor. Een run. Nice. Good job. Ik ga voor een paas. Zoals ik zei, ik weet niet. Weet je, ik kies gewoon de play die het beste voor mij uitziet. Ik doe gewoon mijn ding. En tot nu toe werkt het best wel goed. Dus ik heb weinig te klagen. En we spelen nou niet tegen het slechtste team. Oh, oh, waar ging die heen? Waar ging die nummer 28 heen? Kijk hier. That's bad, man. Power, oh, dat is niet een van mijn favoriete plays, maar laat hem proberen. Can give it a chance. Ja, 2 yards gewonnen. Right, laten we de stick and nut doen. Ik hoor steeds rare geluidjes. Oh well. Touchdown! Oh, net niet. Net niet. Post corner read. Okay.
Wat is dit? Moet je wachten totdat dit weggaat? Misschien. Oh, hij slaat hem weg. Ah, damn it. Oké, wat gaan we doen? Field goal. Ja. Hoe werkt dit in dit spel? ja, dat is een goeie. Oké, de wind gaat die kant op. Help. Doe maar help. Before the snap you can control. Haha, aim your kip. Ja. Try to keep your right stick motion within the indicator. Ja, yeah, oké. Okay. Nou ja. Nou, oh, duurt te lang. Oh, oké. Okay. I'm not mad. Wacht, hebben wij nu iets fout gedaan? Of zij? Wij. Ik denk te lang gewacht. Give me some time, man. Oké. Okay. Hij zit erin. Ik vind de prestatie in dit spel gewoon echt super goed. Boink. Alright, 17 seconden nog in het eerste kwart. Defensive plays weet ik al helemaal niks van. Ik druk gewoon bijna altijd kruisje. Met z'n vijven zowat. Oké, okay, eerste kwart zit erop. Prima. We staan 3-0 voor. Ik bedoel, ik kan niet te veel klagen. Maar we hadden misschien wel twee keer echt kans op een touchdown, dus. Ze komen er echt niet langs. Misschien moet de difficulty wel omhoog. Ik weet het niet. Oh, damn. Zoveel tijd. Hij heeft zoveel tijd. En dan doet hij dat. Uh-oh. Uh-oh. Buongiorno. Hij had zo gigantisch veel tijd. Bye bye. That's a noob move. Right, pet attempt, PAT. Doink. 10-0. Dat is best wel goed. Tegen de nummer 12. Dat is een beetje naar rechts kicken. Not bad. Oeh. Alright. The offense will start at the 27. He airs it out. Oh, hij heeft hem. Oh, damn. Hoe wissel je van speler? Ik weet het niet. Touchdown. Ja, ik wist daar even niet hoe ik van spelen moest wisselen. Oké, okay, dat maakt in ieder geval de wedstrijd spannend. Oeh, die was al pijnlijk. Vooral omdat die quarterback nog geen één goede paas had gegeven.
Ja. Voor verticals, dat is wel een van mijn favoriete plays. Het is wel een long play. Oh, hij gooit zich ervoor. Oh, interception, nee. Interception, nee. Oeh, this is bad. Hoe wissel je van speler? Serieus. Het is niet kruisje, het is geen L1. Is het de rechte joystick misschien? Oeh. Hij kwam wel maar net goed weg. Ik weet echt niet hoe je van speler wisselt. Oh. Oh, hallo. Oké. Dat is een redelijke camera. Dimitri, hoe wissel je van spelers? Ook geen R1. Het is geen... Ah, het is rondje. Oh. Dit is een veel betere camera. Oké, never mind. Dat was geen betere camera. Damn it! Nu staan we achter. Oei, 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 oei. This is bad. Oké, misschien is de difficulty niet te moeilijk. Oké, we gaan weer voor verticals proberen. Ah, gooi hem weg dan! Oh my god. Ik weet het niet, ik kom er gewoon... In het begin van de wedstrijd hadden we het zelf makkelijk en nu kom ik er gewoon echt niet meer doorheen. Ik weet niet wat dat betekent. Oh my god, vang die bal dan gewoon. Dit is echt niet goed. Waar zijn we mee bezig? Oké, kom op. Man, oh man, oh man. Ik drukte al zo lang op R1. Oké, we moeten ze nu echt niet laten scoren. En ik ga niet meer de camera gebruiken. Dat werkte niet zo goed. Oh, damn it! Man, oh man, oh man. 2,5 minuut. Waarom hebben we het nu ineens zo lastig? Echt het eerste kwart gewoon geen probleem. Hebben ze een andere quarterback of zo? Ik weet het gewoon niet. Ik ben verbaasd. Oké, dat is beter.
Natuurlijk, je moet niet vergeten, we spelen tegen een ploeg die in principe beter dan ons is. Alright. 3rd and 10. Begint er nu weer iets meer op te lijken. Maar natuurlijk krijgen ze wel een field goal opportunity. Als deze... Oh nee, hij heeft hem! Damn it! Oh my god! No, 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 no. This is bad. This is real bad. Onze defense is echt belachelijk slecht volgens mij. Second and goal. Oh, fumble! Pak hem! Oeh. Oké, nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Dat ging goed. Nog 1 minuut. Dus we hebben nou ook niet echt veel tijd om een tegenaanval te doen. Het wordt een Hail Mary als we de kans nog krijgen. Third and goal, don't. Oh, helemaal vrij. Helemaal vrij. Jeez. Pff. En dan staat het 21-10. Wauw. Dat gaan we niet meer winnen. We begonnen zo goed. Ik ben nog steeds zeer verbaasd. Wauw, oké. Okay. Oké, 57 seconden. Voor verticals, nu moet hij een keer werken. Oh my god. Deep attack. Die bal moet naar voren. Stiff arm. Geen idee wat dat betekent. Oh my god. Ze vangen ook nu gewoon geen ballen meer. Juist, Hail Mary. Risicovol, dat zeker. Druk de rondje in. Oké, 40 seconden nu. Absoluut geen punten tegen krijgen. Ah, ze kunnen vanaf hier gewoon een field goal doen. Man, wat is er met ons team gebeurd? Zowel aanvallend als defensief zijn we echt... Oh my god. Gewoon niet meer zoals in het begin. Ik weet niet wat er aan de hand is. Het is net alsof de difficulty 1 tree omhoog is. Wat doen ze nou? Tijd stilzetten. Push him out around the 14-yard line.
Third and three. I don't know, man. Jeez. He's changing things up. Don't let him score, please. Ik wil niet afgedroogd worden. We hebben gewoon een touchdown gemaakt. Weliswaar. Uit een interception. En niet uit onze eigen aanval. Maar toch. Don't. Oh. Laat hij hem los. Third and goal. Ah, kom op, waarom pakken ze die ballen nooit? Een field goal. Ja. Poeh. Oké, dat was een pijnlijke eerste helft. 24-10. Ik weet nooit waarom dit zo donker is. Ik neem even het slokje en dan ga ik me weer klaarmaken voor de tweede helft. Oké. Ja, we beginnen ook nog eens met verdedigen. Het kan er allemaal nog wel bij. Ik dacht echt dat we deze wedstrijd gingen winnen. Toen ik 10-0 voor stond. Oh, fumble! Alright. Dat is een lekker begin. Alright. Alweer! Nee! Oh my god! What the hell? Echt op het moment dat ik hem gooide dacht ik, oh, dit is een perfecte paas. En toen ineens kwam die ervoor. Oh my god. First and ten. Dit wordt geen easy. User tackle. Nice. Ik bedoel, ik had er rekening mee gehouden dat we deze wedstrijd gingen verliezen, maar... niet zo erg. Oh, maar hoe komt hij er doorheen? What the hell? Jeez, man. Right. Kunnen we nog iets in deze wedstrijd? Third and three. In ieder geval deze tegenhouden. Dat zal heel wat zijn.
Nee hoor. Ik weet het echt niet. Ik heb echt geen idee waarom we in het eerste kwart zo goed waren. En daarna gewoon echt totaal niet meer. Verdedigend of hun aanvallen kwamen er niet doorheen. Wij kwamen steeds bijna tot die endzone. Gewoon, dat alles is weg. Want hier komt hun volgende touchdown. En dan hebben ze 31 punten. Ik ben gewoon echt verbijsterd. Oh, nice. Second and 12. Second down, about 12 yards to go. Ball on the 14 yard line. Oh, fumble. Woo. Tweede fumble. Die we pakken. Oké, we gaan maar een keer rennen. Want dat paasen dat werkt al heel lang niet meer. Ik weet niet wat dit betekent. Oké, 5 yards. Not bad. Korte paas. Pakken hem gewoon yard voor yard. Nice. Dat wil ik zien. Ik wil in ieder geval nog een touchdown in deze wedstrijd. Oké, we gaan de speed option doen. Wat houdt dat in? Het ziet er interessant uit. Ja. Dat werkt niet zo goed. Oh, die werkt wel. Oh, die werkt zeker wel. Oh, ho, ho, ho. Die is pijnlijk. Die werkt zeker wel. De Power O. Right. Nice. Ooh, nice. Very good. Eindelijk weer zo'n goede aanval. Nog een keer de power O. Die werkte net heel erg goed. Of hij nu ook gaat werken, dat weet ik niet. Let's try it. Nou, niet onaardig. 5 yards, ja. Not bad. Oké, we gaan het laatste kwart in. Oké. Eén goede paas, kom op. Nee, niet weer een interception. Ik moet hem over hem heen gooien. Hoe doe je dat? Oh my god. Zo vrij. Hij staat zo vrij. Strip them. Wat betekent dat? Ja, dat is beter. Dat willen we zien. Kom op, ik wil nog één keer aanvallen zonder dat zij hebben gescoord. Als we hem nu kunnen tegenhouden. Ja, kijk, dat ziet er goed uit. Third and 9.
6-9. That's bad. Oh, 14 inches. Ik moet zeggen, dat was een behoorlijke... Het was een behoorlijke vangbal. Ja, MSU hoeft geen risico te nemen, dus die gaan niet voor de... Oh my god. Really? Really? Ik weet het gewoon niet. Ik zie gewoon geen goede opties. Ik moet hier weg. Dat weet ik wel. Weer een interception. Oh my... Wat doe ik fout? Voor mijn gevoel was dat gewoon een goede bal. Maar ze duiken soms ineens op. Je moet op zoveel dingen tegelijk letten als quarterback. Oeh, waarom vang je die niet? Oh my god. Deze wedstrijd. Je mag best tackelen, dank je. Wat doen ze? Zijn ze nu aan het tijd trekken? Het scheelt op zich, het scheelt maar 2 touchdowns. Dat kan zo gebeuren. Ah, nu gaan ze voor de field goal. Misschien gaan ze hem zelfs wel faken. Ja, en dan scheelt het 2 touchdowns en een field goal. Dan is het onmogelijk. Oké, ik ga een timeout. Ik heb geen zin om zo lang te wachten. Het is een beetje raar om nu tijd te gaan rekken. Ik bedoel, het verschil is zo groot. Zeker als deze field goal erin gaat. Ik bedoel, waarom moet je dan tijd rekken? Oké, kom op. Dat is redelijk. Oké, eindelijk weer zo'n goede pass wil ik zien. Waarom kwam Game Track ineens? Oh, dat is een goede pass. Oh. Dat is een goede paas. Poink. Oh, nice. Oké. En toen waren we ineens in de buurt van de Spartans van de endzone. Oh, hij heeft een touchdown. Nice. Ja. Dan toch. Oké, laten we een risicootje nemen. Voor 2 punten. Rol maakt toch niet zoveel uit. Oh, ik dacht dat hij hem had. Oh wel. Oh wel. What the fuck? Doe even normaal.
Ah, ik had zo'n korte moeten doen volgens mij. Het is in ieder geval iets draaglijker, 27-16, ik bedoel. Het had erger gekund. Het kan nog steeds erger. Oh, waarom komt hij zo ver? Alright. Just over a minute in the fourth quarter. Maar hoe komt hij, hoe beukt hij zich er doorheen als er drie mensen voor staan? Dat is echt. De flag? Waarom? Wat heb ik gedaan? Offensive penalty. Oké. Okay. Hij is boos. First and 19. Nog steeds komen ze er gewoon bijna doorheen. Neem even een time-out om de boel wat op gang te houden. Ja, dan zit het er nu wel op, hè. Ik heb geen time-outs meer. Oké. Okay. Jammer, eerste wedstrijd verloren, maar uiteindelijk valt de uitslag nog wel mee, 27-16. Het is wat het is. We hebben het geprobeerd. Ik denk dat we na het einde toe eigenlijk wel beter werden weer. Maar er was die slechte, vooral die tweede kwart en ook het derde kwart waren echt slecht. Dus ja, verloren. Maar play of the game. Ja, dat was toen ik van camera wisselde. Ik had graag willen ingrijpen, maar dat kon niet. En toen was het een touchdown. Mooie foto's. Met zijn schoen in de grond. Heel mooi. Oké. Okay. Verloren. Jammer genoeg. Maar ik denk dat ik het daarbij ga laten. Bedankt voor het kijken. Laat vooral weten of je meer wilt zien. En ook of ik een Madden NFL 16 soort van season zou moeten doen. Want daar zit ik zelf over te twijfelen of ik dat spel zou moeten kopen. Ik weet het niet. Maar ja, ik hoop dat de volgende wedstrijd ietsjes makkelijker is. Tegen wat mindere tegenstander. En ik hoop dat het een thuiswedstrijd is. Want dan kan ik laten zien waarom ik voor Boise State heb gekozen. Dat recruiting, dat sla ik gewoon over. Oh, we hebben vrij in week 2. Maar in ieder geval, voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.